De discussie lijkt nog altijd simpel. Enerzijds heb je de economische kant. Kan Mosaqua zichzelf redden? Hebben ze genoeg spek op de ribben? En gaat het het zwembad alleen lukken? Aan de andere kant de maatschappelijke kant. Zo zeggen coalitiepartijen Fractie Fransen en Balans dat ze grote twijfels hebben over de financiën van het zwembad. Uiteindelijk is en blijft het de vraag, wat is Mosaqua ons waard? Oftewel, hoeveel geld willen we blijven uitgeven aan het behoud van Mosaqua? De onafhankelijke commissie heeft onderzoek gedaan en heeft ons hierover geadviseerd. Ondanks dat Mosaqua een regionale voorziening is met een hoog maatschappelijk rendement, blijven de exploitatierisico's aanwezig. Voor een belangrijk deel zijn deze namelijk niet door de exploitanten beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het weer, de energietarieven, de BTW en de CAO. En de vraag is, kunnen we de inwoners van Gulpen-Wittem financieel laten opdraaien voor de gevolgen, mocht het misgaan met het zwembad? Hoe hoog zijn deze verwachte kosten? Dat is wat wij als leken dan moeten beoordelen. En is de kans dat dit gebeurt reëel? En hoe groot is het belang van het hebben als van Mosaqua in Gulpen-Wittem voor alle inwoners van onze gemeente? De oppositie is verdeeld. Zo wil Doe22 eerst meer onderzoek, terwijl het CDA juist wil dat het zwembad hoe dan ook open blijft. Wat onze fractie betreft is Mosaqua één van de parels van Gulpen-Wittem en die moet behouden blijven. Waarom? Voor onze gemeente, haar ondernemingen en haar inwoners is meer nodig dan alleen maar groen. En dan is er nog de vraag van het doelgroepenbad. Dat is een zwembad waar bijvoorbeeld ouderen baantjes kunnen trekken en kinderen zwemles krijgen. De grootste partij in de raad, fractie Fransen, wil dat er zwemwater blijft in Gulpen-Wittem. En dus wordt er gekeken naar zo'n doelgroepenbad. Toch is de wethouder duidelijk. Gulpen-Wittem kijkt naar een flink begrotingstekort. Ook voor een doelgroepenbad is dus simpelweg geen geld. In 2021 is zo'n 4,2 miljoen kwijtgescholden. Welke betere start kun je krijgen? En wat is er nu? Ze zitten nog steeds nul gespaard voor groot onderhoud. Een eigen vermogen van min 100.000 euro. En er ligt tonnen aan schulden die nog achterstallig betaald moeten worden. En dus blijft het gissen over hoe de toekomst van het zwemwater in Gulpen-Wittem eruit ziet. Over 2 weken, op 17 november, mag de raad definitief gaan besluiten.